En hallo kijkers en toekijkers, voor een nieuwe video. Mijn naam is Jarne en ik weet het is al een tijdje geleden sinds ik nog eens een Minecraft video heb opgenomen van Minecraft. Maar we gaan deze keer video weer volop tegenaan. Ik ben in deze video ook van plan om een soort van stal te gaan maken. Zodat daar alle dieren kunnen in opslaan. In de vorige aflevering hadden jullie ook met dit zien bouwen. Er zijn een paar aanpassingen. Dus hier heb ik wat tapijt gedaan. Hier kom je dan boven. Dan heb je hier een geheime kamer met allemaal hoofdjes. Dus dat is de hoofdkamer. Hier heb ik nog allemaal furnaces en zo plaatsen. Iedereen die dit kijkt weet dit waarschijnlijk al, maar hier is de geheime kamer. En dan heb ik hier nog zo'n farmpje. Het water loopt dan net tot hier. En dan krijg ik hier zo alle spullen. Ik ga even een timelapse doen en dan zie ik je zo weer terug. Oké, dus hier komt dus de stal, maar ja, het moet nog allemaal nog ingericht worden en dan laat ik dat nu even nu doen. Ik had heel veel bricks gemaakt en ja, ik heb deze bricks nog niet gebruikt in deze serie. En het is wel een tijd geleden dat ik met deze dingen gebouwd heb. Ik moet even nadenken hoe ik het dan juist wil innelen. Dus ik denk dat ik daar hier paarden ga doen, dan hier schapen. En dan hier nog allemaal koeien. Ik wil niet alle dieren hebben als farm. Ik denk gewoon schapen, koeien en paarden. Dat zijn de belangrijkste. Ik hoop dat we wel uitkomen qua bricks. Het gaat nog best wel snel op. Dus dat wordt even een probleem. Oh nee. Dat is nooit goed. Ik spring even. Hup. Dan sla ik hem een keer, tweede keer en hij is dood. Laat even weten al wat jullie van dit gebouw vinden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hier nog gedaan moet worden is een ster, slab. Dan hier gewoon een stenen, dan weer een ster. Zo te zien komen er nog goed uit qua bricks. En zo niet kan ik gewoon nog de hoek hier weghalen, want dat zie je toch niet. Dus hier ster. Jump ik naar daar, hier ook weer ster. En voilà. Doe ik hier een pad. En dan gaat het zo naar het bos. Ik had trouwens ook onlangs een helm gekregen, een gouden helm. En daar staat Fire Protection 2, Protection 2, Respiration en Inbreking 3. Dus dat is ook best goed voor een gouden helm. Alleen die gaan veel trap kapot. Als ik nu hier pilaren ga doen. De lockdown duurt nogal best lang. Ik heb eigenlijk weer zin om volop met vrienden te gaan afspreken, maar ja, met al deze coronatoestanden gaat het wel heel erg moeilijk en ja, ik mis ook wel een beetje het leven voor de coronatijden. Want ja, dan kan ik nog met mensen gaan afspreken en zo.
Dat gaat nu wat moeilijker. Ik denk dat het nooit echt volledig gaat weggaan, maar als de gewone maatregelen minder worden, dan ga ik zeker nog eens met mijn vrienden afspreken. Dus waar wil ik de trap hebben? Laat ik hem hier zo bouwen. Ja, komt die mooi hier zo uit. En dan gaat die zo steeds als een wenteltrap. En hierboven komt natuurlijk gewoon een lage planken van spruce wood. Dit zijn eigenlijk nog best wel leuke projecten, zo'n paar projecten waar je gewoon volop zit te bouwen. De wenteltrap is best goed gelukt, vind ik, al zeg ik het zelf. Zo, hier ben ik dan weer terug met wat fakkels. Kan ik wat verlichten. Oeps. Ja, dat is wel het gevaarlijke van een wenteltrap. Ik kan er gewoon even afvliegen. Ja, de dieren die doe ik er later wel hierin. En dat ga ik wel offscreen doen. Maar ja, dit doet me een beetje denken aan een soort van boerderij. Vroeger toen ik klein was, gingen we elk jaar zo'n soort van wandeling maken. Dat was zo 7 kilometer. En toen was ik nog heel erg klein, maar toen kwamen we ook steeds langs een kinderboerderij. En daar stopten we even, want ja. En dan was daar ook zo'n speeltuin en dan. Ik vond het daar heel leuk om te gaan spelen. Ik weet nog niet wat ik hier wil, maar ja, daar vinden we al nog iets op. Oeh, is ook een gat. Had ik nog niet. Dat moet ik nog gaan opvullen dan. Laat ik het gewoon tot hier zo houden, dit ding. En dan laat ik er dat wel op. Maar ja, ik denk dat dit wel goed is voor deze aflevering. We zijn al een tijd aan het opnemen, dus bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Laat alvast een blauw duimpje achter als dat zo is. En vergeet ook je reactie niet. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus, doei doei!